Op de sloepbrug in Vlissingen is gisteren aan het einde van de middag een 31-jarige motorrijder uit Vlissingen om het leven gekomen. Volgens de politie viel de man, waardoor is nog niet bekend. Hij gleed door naar de andere weghelft en werd door een auto geraakt. De motorrijder overleed ter plekke. Bij een brand in een laboratorium op het terrein van fosforfabriek Termfos in Vlissingen-Oost is vannacht een persoon gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland. De brand is onder controle. Hoe die ontstond is nog niet gemeld. De gewonde is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het benefietconcert Raccoon & Friends voor Jaden trok gisteravond zo'n 6.500 mensen naar de Grote Markt in Goes. Danny Vera, Jurk, de Drieërs, Gerspar Doel en Raccoon zorgden voor een muzikaal feestje voor het goede doel. Geld ophalen voor kinderen met neuroblastoomkanker. Volgende week wordt bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald. Koffieshop-eigenaar Gerard Aarde uit Vlissingen en drie medewerkers staan vandaag voor de rechtbank in Middelburg. Ze worden verdacht van bezit van een grote hoeveelheid softdrugs in een pand in Goes in 2009. Er werden toen onder meer bijna 22.000 voorgedraaide joints gevonden. Aarden heeft shops in Goes en Vlissingen. Mocht er een veroordeling komen, kan zijn vergunning worden ingetrokken door de burgemeester. Heeft u tips? Bel ons of mail.